Welkom bij mijn Rijnstad Vitaal. Lekker bewegen. Fijn dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag weer nieuwe oefeningen doen. Een beetje gecombineerde oefeningen waarbij je nadenken en bewegen tegelijk. Doe het rustig, voer de oefeningen rustig uit. Luister naar je lichaam. Niks moet, alles mag. Maar het mag een beetje moeite kosten. Dus we willen wel dat die spieren wat sterker worden en dat de botten wat sterker worden. Dus we gaan vandaag goede oefeningen doen waarbij je inderdaad ook even moet nadenken. Maar vooraf starten we met de warming-up. Pak even een goede houding. Nogmaals buikspieren aanspannen recht terug. En we gaan rustig even stappen. Mag uiteraard als je wil mee bewegen met de armen. De schouders een beetje losmaken. Sporten doen we met een big smile. Dus mag gelachen worden onder de training. Rustige ademhaling. Mooi. Goed, we pakken weer even de houding. En we gaan even de enkels los draaien. Nog twee kanten op. Wisselen even van voet. Goed, dan moet je nog een keer. Wissel. Mooi. Dan even naar de handen. De polsen even draaien. Maak ook de vingers even los. Langzaam even naar de schouders, wat achter naar voor. Dan komt de houding. En van voor naar achter. Goed. En als laatste even de nek. Hoofd, we gaan naar links, rustig, naar rechts, links, naar rechts, links, naar rechts, doen we ook even nog rustig, kin op de borst, rustig op, kin op de borst, dan mag je combineren met klein beetje omhoog kijken. In het borst. Prima. Oké. Goed, we komen langzaam op temperatuur. Wat vooral belangrijk is, is dat je een beetje flexibeler wordt. En dat gaan we zo meteen gebruiken voor de volgende oefeningen. Rustig uitvoeren. We zullen de tijd nemen. Pak een positie een beetje voor op de stoel. Plaats benen naast elkaar, voeten wijzen recht vooruit, handen op de knieën. We gaan rustig openen en sluiten. Oké, kom mee. Goed. We gaan die combineren met rechts, links en alle twee tegelijk. En plaats nu rechts, links en tegelijk. Heel goed. Rechts, links en tegelijk. Je voelt dat je buikspieren aan moet spannen. Lichaam recht houden.
tegelijk. Laatste, rechts. Links. En tegelijk. Oké, mooi. Goed, we gaan dezelfde oefeningen doen. Alleen, we gaan het nu combineren met een tik op de been. Dus, we gaan naar rechts openen en slaan op de rechterknie. Doe links. Slaan op de knie. Oké, komt. Open. Rechts. En links. En rechts. En links. Heel goed. Rechts. Links. Rechts. En links. We gaan het moeilijker maken. En dan naar rechts. Naar links. En we gaan met twee benen tegelijk. Komt ie. Twee. Dicht. Rechts. Links. En twee. Heel goed. Naar vol. Links. En twee. Prima. Rechts. En links. En twee. Nog één keer. Serie. Komt ie. Rechts. Links. En twee. Goed. Goed. Maar we gaan jullie een beetje uitdagen. We gaan zo meteen rechts openen en met de linkerhand op de linkerknie slaan. We gaan links openen met de rechterhand op de knie. En met beide benen doen we tegelijk. Oké. Zijn jullie klaar? Komt ie. Rechts en links slaan. Links en rechts slaan. Twee tegelijk. En slaan. Komt ie. Rechts openen. Links slaan. Links openen. Rechts slaan. En tegelijk. Heel goed. Rechts. Links. En tegelijk. Prima. Rechts. Links. En tegelijk. Ah, mooi. Hou vast. Rechts. Links. En twee tegelijk. Nog één keer. Komt ie. Rechts. Links. En tegelijk. Ah, mooi. Ja, je voelt dat je even na moet denken. En dat de coördinatie dan een beetje lastiger wordt. Maar dat mag. We gaan verder. Let op. We gaan zo meteen rechts openen. En met de linkerhand naar de enkel. Ja. Goed, volgende stapje. Links openen, rechts openen, links naar de enkel. Komt ie. Links openen en rechts naar de enkel. Goed. Rechts openen en links naar de enkel. Goed. Links openen en rechts naar de enkel. Prima. Links openen, rechts openen, links naar de enkel. Links openen, rechts naar de enkel. Ga door. We gaan het wel een beetje moeilijker maken, want we gaan zo meteen ook met twee benen. Ja, dus rechts, linkerkant. Links, komt ie. Nu met twee en naar de enkel. Prima. Rechts, linker enkel. Links, rechter enkel. En met twee. En naar de enkel. Prima. Komt ie. Rechts. Links. Links. Rechts. En met twee. En naar de enkel. Daag maar uit. Rechts. Links. Links. Rechts. En met twee. Dan naar de laatste serie. Komt ie. Rechts. Links. Links. Rechts. En met twee. En tik die enkels aan. Prima, mooi. Mooie serie. Pak even wat rust. We hebben een inspannende oefening gedaan. De buikspieren ontspannen. Schouders weer. Schud de handen even los. En we gaan zo meteen weer een bovenlichaam. Ja, veel benenwerk gedaan nu. We gaan nu de buikspieren. Bovenlichaam. En we gaan combinatieoefeningen doen. We beginnen rustig zo meteen. Met de armen in de zij.
Maak een vuist en knijp als je ze sluit. Ja, weer openen, vuist en knijpen. Ik ga hem zo meteen 30 seconden herhalen. Pak even wat rust en bouw het langzaam op. Oké, komt ie. Arm in de zij, vuist en sluiten. Heel goed, en knijpen. En sluiten. Riemen. En sluiten. Let op je ademhaling. Probeer op het moment dat je kracht zet uit te ademen. Heel goed. Je voelt de spanning op de spieren. Vast. Nog 5, 4, 3, 2, laatste. Goed. Oké. We gaan zo meteen naar combi oefeningen en die herhalen we 2 keer. Dus we doen 30 seconden. Een combinatie van boksen en een roeien. Ja, doen we 30 seconden en dan hebben we 10 seconden rust. Dan doen we nog de serie in 1 keer herhalen. Nogmaals positie. Als je wat vermoeider wordt, dus niet in elkaar gaan zitten. Buikspieren aanspannen, rechte rug. En we gaan de armen klaarmaken en we gaan boksen. Let op. Box en roeien. Heel goed. Box en roeien. Box. Roeien. Als je die armen naar je toe trekt, probeer je uit te ademen. En dan 5, 4, 2 en de laatste. 1. Oké. Goed, even ontspanning. Schud weer los. En je rug ontspanning pakken weer. En we herhalen deze 30 seconden. Komt ie. Box. Roei. Box. Roei. Box. Roei. Probeer de armen ook omhoog te houden op schouderhoogte. Niet gaan afzwakken. Buikspieren aan. Adem uit als je kracht zet. Hop. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2 en de laatste. Heel goed. Oké, je voelt dat er wat verzuring in de spieren, met name in de schouders, bovenarmen. Nou, dat mag, het mag een klein beetje moeite kosten. Volgende oefening, ik doe het even voor. We gaan een combi maken van boksen, roeien en we strekken de armen op horizontale hoogte van de schouders. En we draaien 3 tot 4 cirkeltjes. De armen omlaag. Box, roei, strekken en cirkeltjes. Dan gaan we ook 2 series van 30 seconden. Zijn jullie klaar? De positie, houding is belangrijk. Komt ie. Box, roei, strekken en rondjes draaien. Oké, laag, omhoog. Roei, strekken en draaien. Heel goed. Omlaag. Box, roei, strekken. Heel goed, hou vol. Box, roei, strekken. En dan 5. Kom, laatste. 5, roei, strekken. Oké, en dan 4.
box. Roei. En omlaag. 3. Trekken. Strekken. Draai. Mooi. 2. Box. Roei. Strekken. En buikspieren aanspannen. We gaan naar de laatste. Box. Roei. Strekken. En draaien. Oké. Nou, je voelt, je wordt al een beetje vermoeider. En de armen verzuren wat, schouders, buikspieren. Hier doen we het voor. Lekker bewegen. Dit houdt ons fit. We gaan naar de laatste oefening. Let op, we gaan een combi maken van boksen, roeien en zwemmen. Ja, die gaan we nog 2 keer herhalen. En dan kunnen we de dag weer goed beginnen. Of in ieder geval de avond. Let op, een combi. We gaan boksen, roeien en we gaan zwemmen. En duw dat water weg. Zijkant en weer oppakken. Boksen, roeien en zwemmen. Duw dat water weg. Oké, gaan we 2 series doen van 30 seconden. Probeer het vol te houden. Als het niet lukt, ga je iets omlaag met de armen. Maar probeer ze op schouderhoogte te houden. Mooie uitdaging. Komt-ie. Dan vertrekken. Boksen. Roeien. En zwemmen. Boksen. Roeien. En zwemmen. Boksen. Roeien. En zwemmen. Oké, alle sporten tegelijk. Boksen. Roeien. En zwemmen. Boksen. Roeien. Zwemmen. Hoe mooi kun je 3 sporten combineren? Boksen, roeien en zwemmen. 5. Boksen, roeien, zwemmen. 4. Boksen, roeien en zwemmen. 3. Boksen, roeien en zwemmen. Ja, het wordt zwaar. Kom op. Boksen, roeien. Zwemmen, hou vol. We gaan naar de laatste. Boksen, roeien, zwemmen. Heel goed. Oké, zoek even ontspanning. Ja, dit is echt lekker. Hier word je fit van. Lekker warm, flexibel worden hiervan. Dat is belangrijk. We gaan zo meteen de laatste serie doen. En dan hebben we een mooie workout gehad vandaag. En dan hoop ik dat jullie, of vanmiddag, of morgen... Uitzendingen zijn dagelijks om 10 en om 4 naar de uitzending van Rondom. Dus blijf ons volgen. Bertie en Tom, weer geweldige sidekicks vandaag. Dus daar gaan we. Komt ie. Let op. Boksen, roeien en zwemmen. Hoppakee. Boksen, roeien en zwemmen. Boksen. Roeien en zwemmen. Boksen en roeien en zwemmen. Boksen en roeien en zwemmen. We gaan naar de laatste 5. Hou vol. Boksen, roeien en zwemmen. Hoppakee. Dan 4. Roeien en zwemmen. Boksen. Zwemmen. We gaan naar de laatste 2. Boksen. Roeien. Zwemmen. Hoppakee. En de allerlaatste. Boksen. Roeien. En zwemmen. Alsjeblieft. Lieve mensen, in mijn rijstand. Fijn dat jullie weer mee hebben gedaan. Hier doen we het voor. Lekker de dag beginnen. Met bewegen. In mijn rijstand. Vitaal. En ik zou zeggen... Maak bewegen prioriteit van de dag. Hier word ik er fit van. Start de dag op een goede manier. Lekker bewegen. Fijn dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Doei. Nou Jo, daar zitten we dan op het mijmerbankje. Ja, inderdaad. Laten we eens even mijmeren. Hè. Hoe heb jij het afgelopen jaar beleefd? Zo?
Oh, dat is heel intens. Ik ben er echt voor gaan zitten dat het onderwerp zou komen. En ja, wat is dan het meeste indruk geweest die ik ervan gekregen heb? Ik ben op een ochtend wakker geworden en het werd een beetje druk bij me voor de deur. Het is een rotonde. Okay. Maar goed, er kwamen alsmaar mensen en steeds meer mensen. En ik dacht, wat is dit toch? Ik begreep het niet. In elk geval, ik ben naar buiten gegaan. En toen gebeurde er het een en het ander, want er was iemand overleden. Maar die moest begraven worden. Dus er kwam de begrafenisstoet aan. Het was in en in verdrietig. Dus ja. Dat maakte veel indruk op je. Ja. Was dat zo halverwege vorig jaar? Nou, iedereen stond daar in eerste instantie te huilen. En toen begonnen ze te zingen een afscheidslied. Ja. Het was wel heel moeilijk dat mensen eigenlijk niet echt afscheid konden nemen in die periode. Nee, daarom. Zo niet zoals we dat gewend zijn. Dat kwam dus nu heel duidelijk naar voren. Ja, ja. Het was het eerst dat je dat zo van dichtbij zag. Ja. Ja. Ja, want ja, dat die mensen moesten er toch iets mee. Die patiënt, die dode lag daar, die moest begraven. Ja. En had je in die tijd... kon je nog iets doen, hè? Want zeker in de lockdown-tijd lag gewoon heel veel stil. Ja. Ging je wel het huis uit op pad? Nee, we moesten heel veel thuis blijven. Althans, je was als ouder, dan was je gewaarschuwd. Dus je zocht het niet. Nee. Dus ik, nou ja, en alles was ook stilgelegd. Alles luchtig. Het schilderen, het bezoek aan ik ging elke, drie keer in de week 's morgens ging ik naar het ROC, en dat is de Leigraaf. En daar gingen we koffie drinken en dan waren we met ouderen bij elkaar en leerlingen. Ja, dat miste je natuurlijk. En dat was het doel, hè, dat zij leerden omgaan met ouderen. Ja, dat miste je natuurlijk wel. Ja, dat mis je heel erg. Want als dat alleen al drie ochtenden in de week zijn, dan... En het was geweldig gezellig. Ja. We konden allerlei spelletjes doen, dus... En er werd goed door de jongeren voor ons gezorgd. Nou, dat doen jongeren ook heel goed, hè, over het algemeen. En, dat moeten ze in het begin moeten ze dat wel een klein beetje leren. Dat hebben leren. We ze wel wijs gemaakt. En het schilderen, zei je? Je schildert? Ja, op zaterdagmorgen ging ik dan schilderen. Dus het was een drukke week altijd. Ja. En toen viel dat stil. Ja, dat is natuurlijk toch... Mag ik hier even opnieuw van, toen viel dat stil, want we hadden een... Toen viel het niet stil, toen kwamen de schutten voorbij, hè? Ja. Nee, we waren veel te bang, we bleven binnen. Ja. Totdat de injecties kwamen en dat was het verlossende woord eigenlijk voor ons. Toen voelde je ook weer meer ruimte om, om je activiteiten weer op te pakken voor zover dat nu kan. Ja. Ja. En nu nog niet helemaal, maar we zijn voor het eerst bij elkaar geweest van de week. We hebben een geweldig diner gehad. En de sfeer was heel goed, maar er was toch iets bedrukt nog. Ja. Ja, we zijn er ook nog niet helemaal. Want er stonden ook mensen met muziek te maken en zo. En er werd niet meegezongen. En er werd ook nauwelijks... je kon een wandelingetje maken door het gebouw. Het moet weer een beetje groeien. Het enthousiasme is er wel, maar... Nou ja, we zijn allemaal geweest en je hebt elkaar weer gezien. Ja, dat is ook heel wat waard, want... Ja, dat is zeker heel fijn. Het ontmoeten, hè? Dat is heel belangrijk, elkaar zien. Hè? Want er zijn ook best veel mensen die zich echt eenzaam gevoeld hebben het afgelopen jaar. Ja, maar dat is ook zo. Wie niet? En je was maar met één ding bezig, de angst. Ja. Het is één grote angstperiode geweest. Nou, Tony, hoe is het voor jou geweest de afgelopen periode? Nou, in het begin was het echt wennen. Opeens, we hadden die dagbestedingen twee keer in de week. Ik had mijn handwerkclubje en alles viel weg.
En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou? Ik moet dit toch. En in het begin was ik echt verloren, maar na een poosje begon ik toch aan te wennen. Ja. En mijn zussen en ik, we kwamen toch nog regelmatig bij elkaar, op afstand, maar toch bij elkaar. Dus op een gegeven moment raakte ik er gewoon aan gewend. Ik denk, ja, en ik ging toch gewoon mijn boodschappen doen. Ik ging toch gewoon iedere dag wandelen, dus heel veel is er voor mij niet veranderd. Even die periode dat je moet wennen aan hoe je leven er normaal uitziet, dat dat dan een tijd en je weet niet hoe lang niet meer kan. En dan zoek je weer naar nieuwe patronen, nieuwe structuur. Ja. Dat vond je dan onder andere met je zus. Ja. Om toch ook wat je leven op een leuke manier in te richten. Ja. Binnen wel de beperkingen die er waren. Ja, een bijzonder jaar geweest, die coronatijd. En we hoorden het ook al van de dames, hè? Toch wel de activiteiten die ze gemist hebben. En wat is nou eigenlijk de impact geweest op de hele cultuursector, zeg maar? Hè? Die hebben ze leden verloren. Hoe staat het er nu voor? Die impact is best groot geweest. Hè? In de eerste plaats omdat heel veel activiteiten niet doorgingen. Dus mensen missen hun passie. En of dat nou in een bandje spelen is, bij een optreden, op het toneel staan, samen schilderen, cursussen volgen, handwerken. Dus dat mis je al. Ja, voor veel verenigingen is het verenigingsgevoel ook heel belangrijk. De ontmoeting aan zich, met elkaar weer werken aan een nieuw project. Dus dat hebben ze echt wel gemist. Ik denk dat het bij sommigen ook wel wat leden gekost heeft. Dat die mensen, nou, die zijn andere dingen gaan doen. Gelukkig zijn ook heel veel mensen heel trouw lid en zijn ze echt van hun clubje, hun vereniging en ook wel gebleven. Dus de effecten zijn er zeker geweest. En ook financieel voor sommigen. Zeker daar waar er ook mensen in dienst zijn. En als er dan activiteiten niet doorgaan die ook weer wat opbrengst met zich meebrengen, ja, dan pakken ze daar nu op mis. Ontbijtgerechtje maken. Veel mensen die proberen wel receptjes uit voor de lunch bijvoorbeeld of voor het avondeten, maar ontbijt is toch vaak een beetje hetzelfde. Ik heb daar een heel lekker receptje voor. Ik noem het een weekendreceptje omdat het een half uur in de oven moet, maar het is in 5 minuten, iets meer dan 5 minuten is het gemaakt. Het is een havermout ontbijttaartje. Wat je daarvoor nodig hebt is natuurlijk havermout. Er gaat wat honing gaat erin. Een eitje erbij, appeltjes, banaantje, gaat wat pindakaas gaat erin en wat kaneel. Dus ik ga het voor jullie maken. We beginnen met een eitje. Heel makkelijk, die kloppen we even los. Zo. En het gaat gewoon allemaal in het schaaltje. Je hebt ook heel weinig afwas. Het is echt zo klaar. Zo, eitje losgeklopt. Dan gaat de havermout in het ovenschaaltje. Daar gaat het ei erbij. Daar gaat melk in. Zo, dat gaat allemaal bij elkaar. Dat roeren we dan een beetje door elkaar. Het wordt een beetje een prutje, zeg maar. Dan gaat daar wat kaneel erbij. Ongeveer een eetlepel. Zo. Gaat ook wat heel lekker ruiken dan, hè, in de oven. Nou, dit is ook een heel makkelijk gerecht wat je met allerlei verschillende dingen kunt maken. Want als je nu niet van banaan houdt, dan kun je er ook gewoon ander fruit in doen. Ik doe het met een banaan, vind ik wel heel lekker. En dan doen we er een beetje banaan in en we doen er een beetje banaan op. Want we willen natuurlijk ook dat hij er lekker uitziet. Dus dit gaan we door het mengsel heen doen. Zo. Dan gaat daar een appeltje doorheen. Die heb ik even gewassen, maar de schil die laten we er gewoon aan zitten. Er zit ook lekker veel vezels in en het is nog sneller klaar. Dat gaat in stukjes er doorheen. Ik heb hier een aparte snijtechniek voor. Zo bakte ik vroeger bij mijn moeder de appeltaart. Dus dat is wel even grappig om te vertellen. Zo gaan er allemaal kleine stukjes erin. En dat gaat allemaal door elkaar
mengen we dat nog een stukje. Dit zijn vrij grote appels, dus die hoeven er niet allebei doorheen. Even kijken. Zo. Dat mengen we allemaal door elkaar. Zo. En dan gaat er dadelijk nog een appeltje aan de zijkant langs. Daar snij ik vast wat plakjes voor. Zo. Dan gaat er nog een beetje honing doorheen. Zo. Voor een beetje extra zoetigheid. Dan gaan daar nog 2 lepeltjes pindakaas doorheen. 100% pindakaas, dus het is pindakaas die echt alleen maar uit pindas bestaat. Er zit geen zout aan toegevoegd. Dus dat is een veel gezondere soort dan die wat hardere pindakaas die je misschien wel kent. Zo. Dat gaat er allemaal doorheen. Dat smelt er zo lekker doorheen. Het ziet er nu uit als een gek breitje, maar dat komt allemaal goed in de oven. Dan gaan we daar nog wat bananenplakjes bovenop leggen. Zo. Even kijken. Een beetje, komt allemaal niet zo heel precies. Gaan we er wat plakjes appel omheen leggen. Eens even kijken. Nog een beetje. Zo. Hartstikke idee. Kijk, dit is nu al een heel mooi plaatje. En omdat het weekend is, doe ik er ook nog een beetje pure chocolade. Dus die ga ik ook nog even hakken. Een paar flintertjes pure chocolade is dan het allerlekkerste. Kijk, klein beetje zo en dat smelt dan lekker dadelijk er doorheen. Kijk. Zo, een klein beetje, want het is wel echt heel lekker. Zo, kijk, dat is alles. Gaat de oven in en over een half uurtje is die klaar. Zo, 180 graden. En dan is het al klaar, het ontbijtje. Kunnen we over een half uurtje aan tafel. Ik hoorde het piepje van de oven en dat betekent dat het ontbijttaartje klaar is. Die ga ik uithalen. Het ruikt al heerlijk naar kaneel. Oh, kijk. Die ziet er echt heel lekker uit. Voorzichtig. Kijk eens hier. De chocolade is zo lekker gesmolten. Nou, dat wordt echt super lekker. Ik heb er al zin in. Ik ga hem even op een bordje doen. Oh, dit is natuurlijk heel heet. 2 lepels. En dit is ook echt een heel lekker gerechtje waar je dus, als je rozijntjes hebt of van die gedroogde abrikoosjes, kan je dat ook doorheen doen. Of noten. Het is echt een heel makkelijk, flexibel gerechtje. Nou, het is een ontbijttaartje, maar dat wil dus niet zeggen dat je er echt een heel stuk van kunt snijden of zo. Hè? Het is echt een zachte, smeuïg taartje. Kijk, dan doe ik dat zo. En dan gaat daar lekker nog een lepeltje kwark gaat erbij. Dat lekker voor een beetje fris uit. Kijk, dan leg ik daar nog wat plakjes banaan bij. Want het oog wil ook wat. Kijk, en dan wil ik daar nog een beetje kaneel op doen. Zo. En dan heb je echt een super lekker weekend ontbijtje. Eet smakelijk! Denk je nou bij het zien van die recepten, dat zou ik thuis ook wel eens willen maken? Ga naar de website omroepmeijerij.nl en dan kun je alle recepten handig nalezen.